En die is bij jou ontbeten? Nee, eigenlijk nog niet. Ook niet. Nee, het schijnt dat ze hier croissantjes en zo maken. Echt? Ja, echt. Dus, ideaal. Ja, ja, let's go. Ik zit hier met Thomas en we zijn hier bij Europees 3 in Oldenzaal. Thomas, kun jij me meer vertellen? Wat doe jij hier? Wat doen wij hier? Nou, Europees 3 in Oldenzaal is een grote productielocatie van voornamelijk donuts en croissants op dit moment. We maken 28.000 donuts per uur, per lijn. Wat ik hier doe, ik ben trainingscoördinator. Dat wil zeggen, ik probeer de mensen die hier nieuw binnenkomen zo goed mogelijk de techniek van de lijn te laten kennen. Ja. En daarnaast de voedselveiligheidsopleidingen verzorg ik. Kun je iets vertellen over hoeveel procesoperators nou eigenlijk hier op deze locatie? Ik denk dat we nu op ongeveer 80 à 100 procesoperators zitten. Ja. Die allemaal nog ook getraind moeten worden. Sommige zijn er al wel, sommige nog niet. Die zijn net begonnen en die zijn er volop mee bezig. Ook dat proces van het trainen, dat is nog in de kinderschoenen. We zijn daar sinds vorig jaar mee begonnen. Dus we proberen echt de mensen hier, die hier binnenkomen, daar binnen te trainen. Ja. Dit is de metaaldetectie. Oké. Om het risico op de metaaldeeltjes in producten te verminderen of eigenlijk uit te sluiten, hebben we hier een metaaldetector staan om elk product wat hier doorheen gaat te controleren op metaaldeeltjes. Met Wessel midden in het productieproces bij Europees 3. Wessel is procesoperator hier. Zou je eens kunnen vertellen wat je hier doet? Wat houdt het in? Wat ik hier doe, ik zorg dat het productieproces goed verloopt. Ja. Ik controleer de producten en ik hou de mensen op de productielijn aan het werk. Oké, en waarom dan precies hier bij Europees 3? Ik heb Europees 3 gekozen omdat het een heel jong bedrijf is en er zit nog heel veel groei in. Ik ben zelf bakker en ze zijn nog grote plannen. Omdat ik graag wat nieuws wil in plaats van de bakkerij. En omdat die nog zoveel komt, heb ik voor Europees 3 gekozen. Wat mijn werk leuk maakt, is dat het elke dag verschillend is. We draaien wel elke dag hetzelfde product, maar wel elke dag een ander chocolaatje, een ander kleurtje, een ander topboekje. En dat houdt het nog wel afwisselend in vergelijking met andere processen. Hoe leuk het hier is! Het is een machine. En daar krijg je een uitdaging van, want hij loopt door. En de machine doet het niet verkeerd, de mensen doen het allemaal verkeerd en dat maakt het spannend. Dus je moet altijd op je tenen lopen, altijd je best doen, maar de machine ligt niet. Wij zijn voor vandaag weer klaar bij Europees 3 hier in Oldenzaal. Thomas die heeft ons weer voorzien van alles lekkers. Yes. Dit is echt niet meer goed voor ons. Dit is voltooid. Kijk dan. Allerlei soorten donuts, croissantjes. Die gaan wij lekker opeten in de auto. Doeg, hè? Doei.